Dit is Op Weg met de Bijbel, een podcast van TWR. Fijn dat je luistert naar Op Weg met de Bijbel. Mijn naam is Kees van Velzen. Ik mag je meenemen in een vijfdelige serie over toeval. Of Gods leiding? Nou, we hebben een aantal zaken besproken met elkaar. En ik haal veel uit het Oude Testament. Ik combineer dat dan wel met een aantal dingen uit het Nieuwe Testament. Maar ik ga je meenemen naar een situatie. En dat moet ik eigenlijk even verduidelijken voordat we er naartoe gaan. We gaan het hebben over de zalving van de eerste koning van Israël. We hebben het gehad over Abraham, die door God geroepen werd. en waarvan God zegt dat hij. De, de grondlegger zal zijn, je zou zeggen, van het Joodse volk. Dat hij hem roept op een bepaalde plaats om daar te zijn. Met een bepaalde opdracht te zijn. Om de wereld te zegenen. En hij zegt er ook bij dat Abraham. Wie jou zegent zal gezegend worden. Interessant. Daar gaat het Oude Testament voor een heel groot deel over. Over het Joodse volk en wat er allemaal gebeurt. En het volk. Is een voorbeeld van een theocratie. Wat wil dat zeggen? Eigenlijk gezegd dat God de baas is. Wij leven in een democratie, ook prima. Hè? Daar is het woordje demos, het Grieks woord voor volk. Daar is dus een, het volk de baas. We hebben verkiezingen, we hebben een regering en noem het maar op. En wij leven dus in een parlementaire democratie. Israël heeft laten zien in het begin wat het betekent om een theocratie te zijn. God is de koning hem moet je gehoorzamen. En dat gaat mis. De Bijbel is heel eerlijk in het feit dat het Joodse volk dat verziet heeft dat ze afgoden achterna liepen en dat ze zeiden: "Moet je eens luisteren? De volken om ons heen, die hebben allemaal een koning en dat willen we eigenlijk ook." En in het Bijbelboek Samuel, ik heb dat hier nu voor me liggen, daar kom je een Ontroerende geschiedenis tegen, daar begint het eigenlijk mee: dat er een, een echtpaar is, een man met twee vrouwen, Hanna en Penina. En zij zijn daar komen in, uh, in Silo, de plek waar de Tempel op dat moment is, tenminste, de tempel. Dat was eigenlijk de, de ark eh, van het verbond, maar ook de, de tent van de samenkomst. Die was vanuit de woestijn, als het volk onderweg is, vanuit Egypte naar het Beloofde Land. Hè. Dat gebeurt heel veel later na Abraham, ten tijde van, van Mozes en Jozua, dat ze daar aan komen. En dat daar in Silo wordt dan de tent van de samenkomst opgericht met een soort aanbouw. Dat is dan een, 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 de tempel, die zal ook later, zoals je weet, naar Jeruzalem gaan. Maar dan is daar een situatie van Hanne en Peninna en Hanna heeft geen kinderen, Peninna wel. Ze wordt eigenlijk getreiterd en dan toeval of niet dan gaat Hanne op een dag naar de tempel. Lees je in 1 Samuel hoofdstuk 1. Dan gaat ze daar bidden, maar dan bewegen haar lippen veel al werd daar hard op gebeden en dan is daar Eli die een paar zonen heeft die voor een meter deugen. En, en, en dat gaat ook helemaal mis daar met die dienst in, in Silo. En dan zegt die Eli tegen Hanna van Je bent dronken zeker. Zie je even dat je je uitslaapt. Dan zegt ze: Nee, ik ben een diepe droefde vrouw. Uh, en ik heb al mijn kind gebeden. En dan zegt Eli dat God haar dat zal gaan geven. Dat gebeurt ook. Dat wordt Samuel, Samuel de profeet. Die moet ook gaan leren naar Gods stem te luisteren. Dat is ook, ook, ook geen toeval, Gods leiding. Hoe gaat dat? Dat hij op een nacht hoort deze jongen, de, he, de zoon van deze Hanna dus. Um, die hoort zijn naam roepen. En dan denkt hij dat dat een man is. Dat dat die Elie is. Maar dat is niet zo. En dan moet hij van Elie zeggen: la, uh, Heer. Spreek, want uw knecht hoort. Deze Samuel. krijgt te horen dat het volk. eigenlijk een zichtbare koning wil. En wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat Samuel door God ingeschakeld worden. om die eerste koning. dat zal Koning Saul worden. om die te. Ja, in te wijden als koning. Dus Samuel, die inmiddels een volwassen man is. Ook zelf trouwens kinderen heeft. Hij wordt geroepen door God om deze man om Sal te gaan zegenen. Wie is Koning Sal? We hebben het over ongeveer een jaar of 950 voor Christus. Nee, sorry, een jaar 1000, ja, 1050 jaar voor Christus ongeveer. Deze man blijkt een hele knappe kerel te zijn. Hij, uh, hij is een kop groter dan gemiddeld, dan de rest van het volk. En dat zal de man worden die er dus uiterlijk. Helemaal aan voldeed, knappe vent, zag er goed uit, sterke grote kerel. En die zal de koning worden van Israël. Dus een cruciaal moment. Namelijk geen theocratie meer, geen incidentele richters meer, maar er komt een koning. De inleiding voor wat ik nu ga lezen over toeval vind je in 1 Samuel hoofdstuk 9. Ik lees vanaf vers uh, 3. De ezelinnen van Kis, de vader van Saul, waren zoekgeraakt. Daarom zei Kis tegen zijn zoon Saul, neem toch een van de knechten met je mee, sta op en ga de ezelinnen zoeken. He? Ezels, prachtige beesten trouwens, ezelinnen, idemieten natuurlijk. En die zijn zoek en hij moet die gaan zoeken. Hij trok door het bergland van Ephraim, trok door het land van Salisa, maar ze vonden ze niet. Daarna trokken ze door het land van Sahalim, maar ze vonden ze niet. En dan gaat hij in het land van Benjamin, dus in het zuiden, maar ze vonden ze niet. En dan denken ze, ja, euh, het heeft geen zin meer. Ze komen in het land van Zuf en dan zegt Sal tegen zijn knecht, die bij hem was, kom laten terugkeren, anders denkt mijn vader niet meer aan de ezelinnen, maar hij is bezorgd over ons. Maar die knecht zegt, wacht even, zie toch, er is. In deze stad, een man van God, is een geëerd man. Alles wat hij spreekt, komt zeker uit. Laten wij daarheen gaan. Misschien zal hij ons de weg wijzen die wij moeten gaan. Dat is Samuel. Samuel is een profeet. God spreekt met hem. Hij is een profeet, een ziener. Hij ontvangt dingen van God en geeft dat namens God door aan het volk. Dan zegt Salja, dat is ook een toestand. Gaan we naar zo'n man toe. Maar dan moeten we die man toch iets, 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 uh, iets, iets, iets kunnen geven enzovoort. Nou ja, uh, dat, dat weet je wat, ik, ik heb toch wel een beetje geld, zegt die, uh, die, uh, die, die, die knecht. Uh, nou ja, toch nog wel iets. Dan kunnen we hem in elk geval wat geven. En dan gaan ze naar de stad waar de man van God, in dit geval de dus Samuel, woont. Vragen ze aan meisjes, van is de ziener hier interessante? hij ziet dingen van God. En zeggen ze, ja hij is vlakbij u, haast u. Want die is vandaag in de stad gekomen, want vanavond is er een offermaaltijd. Gaan ze de stad in en dan, als ze in het midden van de stad komen, zie Samuel komt naar buiten. Hun tegemoet om de hoogte op te gaan. En daar vindt de ontmoeting tussen Saul en Samuel plaats met enorme gevolgen. Ontmoeting tussen Samuel. En Saul. God had iets gezegd tegen Samuel. Namelijk dit. Morgen, letterlijke woorden van God tegen Samuel, omstreeks deze tijd zal ik een man uit het land van Benjamin naar u toezenden, die moet u tot vorst zalven over mijn volk Israël. Let wel bezittelijk voor de woord, mijn volk Israël. Hij zal mijn volk verlossen uit de hand van de Filistijnen. Want ik heb naar mijn volk omgezien, omdat hun geschreeuw om hulp tot mij gekomen is. Dat is iets heel bijzonders. Ik heb het geschreeuw, de ellende, de onderdrukking wel degelijk gehoord. En ik ga er nu iets aan doen. En toen Samuel Saul zag, hè, dus je, ik heb net verteld hè, voor de muziek: van ze komen daar in dat dorp toevallig, omdat die knecht zei: van ja, maar er is een man die kan ons verder helpen. Nou, dat is dan deze man ook toevallig. Nou, goed. Of leiding van God. Dit is de man. Zegt, Samuel, zegt, de, zegt de heer tegen, Saul, tegen Samuel, dit is de man die over wie ik gezegd heb, deze zal over mijn volk heersen. Saul trad op Samuel toe, midden in de poort en zei, wijs mij toch waar hier het huis van de ziener is. Dus Saul weet niet dat dit de man is die hij zoekt. En dan zegt Samuel, ik ben de ziender. Ga voor mij uit naar de hoogte, eet vandaag met mij, dan zal ik u vroeg laten gaan en u alles vertellen wat er in uw hart leeft. Wat de ezelinnen betreft, die vandaag al drie dagen zoek zijn, laat dat niet aan uw hart gaan, want ze zijn gevonden. En van wie zal alles zijn wat begerenswaardig is in Israël, is het niet van u en van uw hele familie? Hallo, wat een, Saul heeft niet gezegd, we zijn een stel ezelinnen aan het zoeken. Deze man wist van Gods wegen, geen toeval, dat hij op zoek was naar Ezelinnen. Hij was geen sms'je gestuurd, geen WhatsApp'je of zo. Nee, interessant, geen toeval. Leiding van God. Dan, dan, dan zegt hij nog iets bij: hè, van God gaat jou gebruiken om Israël te leiden. En dan zegt ze al: Maar ik ben een Benjaminiet, uit het kleinste van de stammen van Israël. Het is, is, ik, ik, ik stel eigenlijk qua geslacht ook helemaal niks voor. Ze gaan naar de kamer en dan plaatsen ze hen aan het hoofd van de genodigde en dan wordt daar gegeten. En dan staat er dat de volgende dag, dat Samuel een oliekruik neemt en 1 Samuel hoofdstuk 10, Goot die leeg op zijn hoofd kuste hem en zei, is het niet zo dat de Heer u tot een vorst over zijn eigendom gesalfd heeft? Dus hier wordt Saul ingezegend als koning en let op wat er nu gaat gebeuren. 1 Samuel 10 vanaf vers 2. Als u deze dag bij mij weggegaan bent, zult u twee mannen vinden bij het graf van Rachel... in het gebied van Benjamin in Zelza. Die zullen tegen u zeggen: de ezelinnen die u bent gaan zoeken, zijn gevonden. En zie, uw vader heeft de zaak van de ezelinnen laten rusten, maar hij is nu bezorgd over u en zegt: wat kan ik nu voor mijn zoon doen? Dus hij belooft hem. Spreekt uit: Dit gaat gebeuren. Als u vandaar verder gaat en bij Elon Tabor komt, zullen drie mannen u daar ontmoeten die op weg zijn naar God in Bethel. Eén draagt er drie bokjes, één draagt er drie ronde broden en één draagt een kruikwijn. Tweede teken: bovennatuurlijke kennis, geen toeval, gods leiding. Ze zullen naar u naar uw welstand vragen en u twee broden geven, die moet u uit uw hand aannemen. Daarna zult u, volgende teken, op de heuvel van God komen, waar garnizoenen van de Filistijnen liggen, de grote vijanden. En het zal gebeuren, als u daar in de stad komt, dat u een groep profeten tegen zult komen die van de hoogte afkomt. Ze beluiten tamboerijnen, fluiten en harpen bij zich en zijn aan het profeteren. Dan zal de geest van de Heer over u vaardig worden en u zult samen met hen profeteren. U zult in een ander mens veranderd worden. Lieve mensen, dit, dit is toch bijna onvoorstelbaar. Dit is geen toeval dat al die dingen gebeuren. Een kwart van de Bijbel is profetie. En 25% vertelt over de dingen die gaan gebeuren. Tot de dag en, met van, en de toekomst van vandaag. Nou, dan moet hij dus verder gaan als die tekenen allemaal gaan gebeuren. En dan staat er: Het gebeurde vers 9. Toen zal zich omkeerde om bij. Samuel weg te gaan, dat God zijn hart in een ander veranderde. En al die tekenen overkwamen hem op die dag. En toen ze daarbij de heuvel kwamen, zie een groep profeten kwam hem tegemoet. En de geest van de Heer werd vaardig over hem. En hij profeteerde in hun midden. Al deze tekenen komen allemaal uit: boven natuurlijk. Nou, zou je denken. Als dit je allemaal overkomt. Dat je. Ik heb jaren in België gewoond en gewerkt. Dan zeiden ze. Je kunt er niet naast kijken. Hè? Je kunt het niet ontkennen. Je kunt er niet naast kijken. Daar kun je niet naast kijken. Dit is geen toeval. Dit is leiding van God. Dan zou je denken. Nou. Als dat met je gebeurt. Dan moet het toch zo'n fundament in je leven geven. Dat kan nooit meer fout gaan. Dat zou je denken. Dat zou je denken. Weet je dat de, deze eerste koning Saul, die zulke wondertekenen kreeg, die alles naar de mens gesproken mee had om een geweldig succes te worden, jammerlijk faalt? Het loopt mis. En weet je waarom? Omdat hij niet het geduld heeft. Om op Gods tijd dingen te doen, Gods tijd af te wachten. En hij wordt getest en op een bepaald moment dan raakt hij in angst. En dan, hè, dus profeet, moet offeren. En dan het volk loopt weg en hij, hij, hij raakt in paniek. En dan doet hij iets wat hij niet moet doen. En hij gaat zelfs, iemand die zo gezegend was door God, kiezen voor het occultisme. Hij gaat naar de heks van Endor, en uiteindelijk eindigt het met zelfmoord. Waarom ik dit vertel? Toen ik ooit bijbelschool ging in Heverlee, toen hoorde ik een toespraak van een docent, deze broeder is inmiddels overleden. En toen zei hij, als je nou op deze bijbelschool bent, misschien heb je al allerlei bijzondere tekenen gekregen. Fantastisch, prijs de Heer. En toen zei die docent, hij zei, nogmaals, hij is nu bij de Heer Jezus. Hij zei, maar als je hier nou bent, je hebt niet al van die bijzondere tekenen gekregen. En toen noemde hij koning Saul. Hij zegt dat wil nog niet zeggen dat je niet op de weg van God bent. En daarom, lieve mensen, afsluitend: het is fantastisch als je allemaal tekenen krijgt van Gods aanwezigheid. Maar ook als het niet gebeurt, dan zegt de Bijbel: wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Volg Jezus. En dan gebeuren er ook allerlei toevalligheden, die eigenlijk geen toevalligheden zijn. En ik wens jou. Van harte Godzijgen in de mooiste ontdekkingstocht die een mens kan doen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Op Weg met de Bijbel. Wil je meer horen? Ga dan naar tbr.nl of kijk naar Op Weg met de Bijbel in je favoriete podcast-app.